Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Welkom fightfans, welkom weer bij een nieuwe aflevering die we hier bij Warrior Code hebben. En dan gaan we het natuurlijk hebben over alles wat te maken heeft met vechtsport. Ook dingen die ook niet met vechtsport te maken hebben, maar die gewoon in ons leven gebeuren. Dingen die ik heb meegemaakt, dingen die anderen hebben meegemaakt. Daar gaan we het even over hebben. Waar gaan we mee beginnen? Kijk even naar dit filmpje. En zie wat met mij gebeurd is richting Azerbeidzjan. Heel veel kijkplezier. Nou, daar zitten we dan. Een paar uur vertraging levert dus veel grote problemen op dat je werk. Connecting flight helemaal vast zit. Dus we zitten een beetje de tijd te doden, een klein beetje gegeten. En 6 uurtjes wachten, Istanbul. Maar we gaan wel door naar Baku. Ja, lopen hier gewoon Baku Boulevard. Langs het water. En dan hoor je gewoon dat er bij de persconferentie van de UFC gewoon niet doorgaat. Omdat er een knokpartij is achter de schermen. Ongelooflijk. Voor het eerst gebeurd. Wat vinden jullie ervan? Ik zie het graag in de comments. Schatje, waar zijn we nu? Azerbeidzjan. En best gezellig hier, hè? Het is hartstikke gezellig. Zo mooi. Wat een mooie stad, hè? Nou, hè? Echt kom graag terug. Wat vond je ervan? Superleuk, hè? Ja, al die uren wachten op een vliegveld in Istanbul. En het ging allemaal langzamer, het ging allemaal moeilijk. We hebben alles bij elkaar zo'n 8-9 uur daar moeten wachten op onze volgende vlucht. Maar dat heb je natuurlijk net kunnen zien op het filmpje. Want wie moest daar vechten? Een van mijn wedstrijdvechters. En dat is Nikita Kosterman. Zij traint al jaren bij ons, is nu een B-klasser. En we werden een aantal maanden geleden uitgenodigd om daar te vechten in Azerbeidzjan. Ja, hoe is het daar in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan? Het is echt een mooie stad. Mensen zijn vriendelijk. Ik heb daar eigenlijk niks mogen meemaken wat ik daar heel vervelend vond. Alleen de vlucht ernaartoe, dat was jammer. Want we kwamen ergens rond uren 4, midden in de nacht kwamen we aan. Maar voor de rest heb ik daar echt een fantastische tijd gehad. Nou, en die Nikita van ons, die moest tegen een Aksoy, mevrouw Aksoy. En dat was toch eigenlijk best wel, op papier was best wel een pittige tegenstander. En ze kon echt wel knokken, want ze sloeg hier en daar wel haar tegenstanders knock-out. Had een mooie hoge trap. En daar moest zij natuurlijk een gameplan op bedenken. En dat was aardig gelukt, hè? Het in- en uitbewegen, het faken, aanvallen met de Dutch cool, linker direct de rechter low kick en daar overheen counteren. Ze heeft het mooi gedaan en uiteindelijk gewonnen. Dan moesten andere vechters ook knokken en die vechter heet Chris Baia. Chris, een hele sterke jongen, heeft een goddelijk lichaam, sterk technisch, noem maar op. Al het positieve wat je hebt in Chris Baia heb je nodig om wedstrijden te kunnen winnen. Maar helaas moest hij tegen een sterke jongen vechten.
Sterk jongen, volgens mij ergens uit een van die hubbelepupstan, Tjitsikistan of stan, weet ik veel wat. Daar moest hij tegen vechten en ja, die verloor hij. Ik zat daar lekker aan de kant te genieten van alle wedstrijden. En het was best wel een lastige wedstrijd voor Chris. Chris, ja, vanaf het begin zette die jongen druk op hem. En die was lekker in en uit aan het bewegen. En die viel af en toe aan. En volgens mij was het in die laatste ronde, derde ronde. Ja, toen kreeg hij een paar draaien om zijn oren. En toen was het was voorbij. Hij verloor op KO. En dat was jammer. Dat was erg jammer. Want ik heb Chris echt wel hoog zitten hoor. Chris Baer is echt een topvechter. Ik hoop dat hij ook nog eens terugkomt bij Glory. Want ik vind het sowieso jammer dat hij, ja, waardoor weet ik niet, maar waarom hij niet meer bij Glory vecht, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat hij ooit nog eens terugkomt. Ik vond hem altijd wel een hele sterke vechter. Ook in de B-klasse zag ik hem vaak gewoon jongens draaien om hun oren geven. En die won hij ook makkelijk. Toen heeft hij de overstap gemaakt, dacht ik naar Mike. En daar heeft hij ook nog heel veel mooie jaren gehad. Maar helaas heeft het niet altijd meegezeten. Toen hij bij Glory vocht. En ik denk dat het daarom is geweest dat hij daarom daar niet meer vecht. Maar ontzettend jammer, want hij blijft echt een topper. Is echt een aardig gozer. En ik mag hem heel graag, Chris. Het ging natuurlijk niet alleen maar over Chris Baia of Nikita Kosterman of over Remy Bojanski. Het ging natuurlijk over Zabit Samadov. Die vocht daar zijn laatste wedstrijd. Zijn laatste wedstrijd, Zabit Samadov. Vaak tegen Badr gevochten, ook nog een aantal keer gewonnen. Hier en daar nog een K1 partijtje. En hij heeft het vaak genoeg goed gedaan. Hij heeft altijd gestreden. En ja, die jongen is gewoon nu een filmster in Turkije. In Azerbeidzjan is hij daar gewoon een filmster. En daar maakt hij mooie kino's. Ja, en daar maakt hij genoeg geld mee. Waarom zou hij nog vechten? Ja, dat doet hij goed. Dus hij vocht zijn laatste wedstrijd en die vocht hij tegen niemand minder dan Bigfoot Silva. Ja, Bigfoot Silva. Grote poten, grote handen, groot hoofd, grote oren en knallen. Wat hij altijd heeft gedaan bij UFC. Alleen op die dag was het even wat minder. Ja, volgens mij waren we nog niet eens 2 minuten verder. En toen lag hij op de grond. Hij zit in zijn nadagen. Is een jongen met een mooie achtergrond bij UFC. Maar hij zit echt in zijn nadagen. En ik denk dat hij hier en daar nog partijen pakt om nog ja, wat geld binnen te trekken. En zijn ding te doen. Maar het is jammer. Want ik zag hem graag in de UFC vechten. Maar het viel in Azerbeidzjan ja, tegen. Ik weet niet eens of hij getraind heeft. Hij heeft waarschijnlijk gewoon gedacht van, als ik genoeg centen krijg, dan maakt het mij niet uit als ik ga liggen. Maar ja, hij is ook geen kickbokser, want ze moesten een kickbokswedstrijd vechten. En ja, hij kon weinig uitleggen tegen Zabit Samadov. Dat was zijn laatste wedstrijd, althans wat hij zegt. En hij heeft daar een mooie partij neergezet, weet je. Het was een mooi feest, het was een mooi event in elk geval, een mooi gala. Lichtshows, vuurwerk, alles ging daar, werd uit de kast getrokken. Nog net niet de straaljagers. Maar het was echt een mooie show. En ja, ik kan niks anders zeggen dat ik daar alleen maar mooie dingen heb meegemaakt. Dus ik kom daar graag terug als het weer een event is. Want het werd door Mixed Fight Gala. Dat is door Sefer Gokteken. En hij organiseert dat ook in Duitsland heel veel, maar nu heeft hij, omdat hij daar ook zelf vandaan komt, het een en ander daar georganiseerd. En ik vond het super mooi, super geweldig dat hij me daar uitgenodigd heeft. En ook een aantal vechters uit Nederland. En ja, wat een mooie partij. Weet je wie ik daar ook heb gezien? Nabiev. Alam Nabiev. Ja, de topgozer. Ook zijn kunstjes uitgehaald en ook daar gewonnen. Dus al met al heb ik echt een top kickbox event daar meegemaakt. En ik ga daar graag terug naar Baku. Nou, even verder. Ja, we gaan het niet over wedstrijden hebben van Kevin Holland tegen Chimaev. Gamzat Chimaev. Nee, dat is alweer ook al te lang geleden. En die wedstrijd was kort. Ook die van Ferguson. Ferguson was ook tegen Diaz. Terwijl ik Diaz wel een topper vind. Hoor. Diaz vind ik altijd een held. Die Diaz is een soort cultfiguur. Maar die wedstrijd, ja, als je net binnengeroepen wordt zoals Ferguson, dan moet je tegen Diaz, is lastig en dat ga je gewoon niet winnen.
Het leukste wel van dat event, dat wil ik er wel even over hebben. Het leukste was die jongen, hoe heet hij nou, Barnett. Volgens mij heet hij Chris Barnett. Hij had volgens mij de eerste partij, je moet het even terugzien. De eerste partij had hij, hij won. Nee, laat me het helemaal van het begin. Hij vocht zijn wedstrijd met die dikke gozer. Nou, dik mag ik eigenlijk niet zeggen, maar hij had iets te veel gegeten. En hij blubbert hier en daar. En hij vecht die eerste ronde, krijgt echt klap om zijn oren, gaat naar de tweede ronde en hij draait de boel om. Hij draait gewoon de boel om, wint uiteindelijk die wedstrijd en dan komt het, hè. Hij maakt gewoon een soort salto, een soort bommetje. Hij maakt een 1-2 stappen, maakt zo'n soort van salto, maar hij belandt gewoon op zijn billen, zo boom. Nou jongen, ik lag te rollen. Ik lag te rollen. Op de bank. Ik vond die wedstrijd echt geweldig, maar zijn salto was helemaal kicken. Die moet je gewoon zien. Dat was echt niet normaal. Maar goed, er zijn nog een aantal dingen tussendoor gebeurd. Hè. Hier en daar kreeg ik wat commentaar van Rico. Gaan we het ook niet over hebben. Ja, Rico moet mij niet zien als een gevaar. Rico moet mij zien als een aanvulling die ook gewoon kritisch is. En daar wil ik het eigenlijk gewoon bij houden, want ja, ik blijf kritisch en daar kan ik niks aan veranderen. Want that's me. En what you see is what you get. Of ik nou over verleden praat, over nu, het maakt niet uit. Mijn taak als vechter in de ring is voorbij. Guess what? Als analist, als prater, ben ik pas begonnen. Dus je gaat meer van me horen. Ja, helaas, pindakaas. En daar hebben we daar genoeg over gepraat. Rivals, een top event. Heb ik lekker over kunnen lullen. Samen met Melvin Manouf. Heb ik echt over kunnen lullen. Want ik genoot ervan. Ik genoot er echt wel van. Want als ik naar Glory Rivals kijk. Jonge jongens die hun dingen mogen doen. En ja, daar kan ik echt van genieten. Weet je, want dat zijn jongens die nog moeten bewijzen. Die hebben nog niet de grote dollars. En euro's, die hebben nog niet het hoogste behaald of wat dan ook. Ze willen allemaal echt bij Glory vechten. En dat hebben ze nog niet. En ze moeten nog hard knokken. En dat is goed. Dat is goed voor de sport. Want ze moeten er hard voor werken. En dat vind ik heel belangrijk. Dat ze er hard voor werken. En ik hoop dat als ze eenmaal dat Glory platform zijn en daar willen blijven, het ook blijven laten zien. Dat ze niet gaan zien als hun werk. Want de Glory Rivals, dat is echt een schot in de roos. En dat moet ze blijven doen, Glory. Blijf dat doen. Blijf dat die samenwerking aangaan met andere partijen. Zodat we die motor van het kickboksen kunnen blijven laten draaien. Want daar kunnen we echt wel zien van jongens die potentie maken om door te gaan. Hè? Dan noem ik zo'n naam als Elbouni. Elbouni bijvoorbeeld. Topper. Ja, die gaan we zeker later ook zien. Hè, hij is ergens rond de 93 kilo. Dus nog net niet zwaar, maar wel lang. Dus ik hoop dat hij ook een keer in die zwaargewicht rond gaat lopen. Als hij betere tegenstander krijgt, dat we zien dat hij ook tegen die druk kan. Dat hij ook een klein beetje gewicht aan gaat pakken, zodat hij ook later in de zwaargewicht mee gaat draaien. Maar dat is een toekomstmuziek. We moeten het nog zien. Maar jongens als Van Belzen, die heeft mij ook echt verbaasd. Ik heb hem hoog zitten. Hij verloor een paar partijen. Toen daalde het bij mij even. En nu heeft hij echt laten zien dat hij het echt heel knap heeft gedaan. Nou, daar was ik ontzettend blij om. Dus die Van Belzen, die heeft het goed gedaan bij Rivals 2. Dus ik hoop dat hij zo doorgaat. Ik hoop dat Dick achter zijn kont aan blijft zitten. En zijn trainer Dick Vrij. Ik hoop dat hij echt zo door blijft gaan. Want ik verwacht nog meer van hem. Weet je, met zijn counters. Hij kreeg een aanval. Hij counterde alles. En ik hoop dat hij daar mee door blijft gaan. En ja, uiteindelijk, mooie wedstrijden gezien die avond. Toen kwam Andy Bad News Semelier. Die vond ik heel goed vechten. Daar heb ik echt van genoten. Hij moest tegen Squadron.
Vesely, Squadron Vesely. En dat is een, kan ik zeggen, een topvechter. Is een harde jongen in elk geval, geeft niet op. Heeft misschien niet een volledige voorbereiding gehad, maar hij stond er wel. Ging een aantal keer neer, ik meen vier keer over een hele wedstrijd neergaan, is de wedstrijd afgelopen. Dat begreep niet iedereen, maar 3 keer in 1 ronde mag je neergaan over de hele wedstrijd, totaal 4 keer. En als dat gebeurt, dan is de hele wedstrijd gewoon afgelopen. En dat gebeurde ook. Hier en daar die mooie opstoten van Semeleer. Eerste ronde gaf je hem al een knockdown. Toen nam je gas terug in de tweede ronde. Gaf hem nog een knockdown. En ja, in die derde ronde gaf je hem volgens mij 2 knockdowns. En toen was het afgelopen. Dus die Andy is een jongen waar we met z'n allen op moeten letten. Ja, want die gaat straks in mijn ogen botten breken. Die gaat in mijn ogen straks echt zijn best doen om eventueel de titel binnen te halen. Dus ik zie hem heel graag tegen jongens als Bayrak. Ik zie hem heel graag tegen jongens zoals de rest van het gewicht van Semeleer. Want ja, bij Glory, er mag best wel nieuwe aanwas komen. Maar het gaat heel leuk worden. Amisha misschien. Misschien nog niet. Amisha, laten we nog eerst even een paar anderen in elkaar slaan. En dan is hij tegen Amisha. Want Amisha is wel een hele gevaarlijk hoor. Dat is een hele goede vechter, topvechter. Dus ik kijk er echt wel naar uit. Iets wat ik ook, en als laatste eigenlijk, waar ik het ook over wil hebben, is natuurlijk het afscheid van Melvin Manhoef. Melvin, een topvechter. Hè. We zijn, als ik het zo mag zeggen, we zijn even oud. En we zijn allemaal omhoog geklommen. Ik heb op een gegeven moment een spurt gemaakt. Hij is op een gegeven moment erachteraan gekomen. Maar we hebben elkaar 4 keer getroffen in de ring. He, waren hier en daar bad blood. Hij kwam van Mike's gym, ik kwam van mijn Jiro gym. En ja, het is altijd een klein beetje in de professionaliteit van de wedstrijd waren we eigenlijk altijd tegen elkaar. Maar op een gegeven moment, je komt elkaar zo vaak tegen. Op een gegeven moment ga je ook zien en het respect hebben voor de ander. He, want ik weet hoe zwaar hij het heeft gehad in zijn jeugd. En ik weet ook hoe dat er sommige dingen niet altijd zijn gelopen als hoe hij het wilde. Maar dat hij uiteindelijk toch daar bovenin is komen te staan. Toch in die K1 en toch in die grote stadions. Hoe heet dat die organisatie? Strikeforce, Cage of Rage, Bellator, K1. Overal kennen ze. Melvin Manhoef, hij niet voor niets, no mercy. En hij heeft gewoon goed gedaan. Hij heeft een carrière waar hij super trots op mag wezen. Ik ben ook trots op hem. Ik heb heel veel respect voor hoe hij er elke keer staat. Want ja, wat heel veel mensen soms gewoon niet zien. Ze zien vaak de twee gasten in de ring. De een wint van de ander en het is klaar. Maar die voorbereiding, die ruzie met je vrouw. Dat de voorbereiding niet goed gaat, want je hebt een gekneusde rib. Dat er wat misgaat met het weight cutten. Dat er weet ik veel wat, iemand rijdt je aan. En noem maar wat. Maar dan moet je toch daar in de ring staan en toch je ding doen. Ja, niet iedereen begrijpt het. Want ze zien jou daar die 2, 3, 4, 5 minuten, 10 minuten, misschien zijn ze in de ring. En dan zijn ze eigenlijk meteen van, ja, hij heeft slecht gevochten. Of hij heeft dit. Of wat moest je, waarom moest je nou tegen deze tegenstander? Bla bla bla. Je weet de helft niet. Dus daarom moet men niet zo snel oordelen. Als ze zo'n vechter als Melvin Manhoef in de ring zien. Melvin is gewoon, weet je, zulke jongens worden niet meer gemaakt. Zoals hij worden niet meer gemaakt. Het maakt niet uit hoe groot de tegenstander is. Ze gaan gewoon de ring in. Ze gaan gewoon knokken, we zien het wel. Hij is zo'n gast die je eigenlijk niet op straat moet tegenkomen. Want hij slaat je bek gewoon kapot. Hij is er altijd klaar voor. En dat zie je ook toen hij vocht tegen Mark Hunt. Mark Hunt is een tegenstander die met de K1 gewoon vreesde. Je wil gewoon niet tegen Mark Hunt vechten. Mark Hunt heeft geen nek. Als je hem tegen zijn hoofd aanslaat, blijft zijn hoofd gewoon op dezelfde plek. Hij is zo sterk, die Mark Hunt. En wat doet die Melvin? Wordt gewoon, 10 dagen van tevoren wordt hij opgebeld.
En Melvin zegt, ja hoor, kom maar op. En wat doet Melvin? Slaat hem gewoon knock-out. Boom, klaar. Ja, dat doet Melvin. Gewoon graniet in zijn hand. En dan slaat je gewoon stuk. En dat vind ik nou echt een vechter. Want hij is veel kleiner. Volgens mij is Melvin, correct me if I'm wrong, ergens tussen de 1,70 en 1,80. En hij vecht wel tegen jongens die ja, gewoon 2 meter zijn. Gewoon ik 1,93. Heeft gewoon tegen mij zitten knokken. Weet je, dat zijn gewoon vechters die je niet meer gauw gaat tegenkomen. Daarom vond ik het ook jammer toen hij laatst tegen Joel Romero vocht. Ja, en knock-out ging. Ja, dat zijn gewoon momenten die je gewoon niet wil zien. Want weet je, Melvin die komt ook gewoon uit Suriname. Is ook gewoon een Surinamer. Traint en vecht vanuit Nederland. Ja, dat is gewoon, hoe je het went of keert, je wil niet Melvin zien verliezen. Ook omdat hij gewoon ook uit Suriname komt. Ook omdat hij ook Nederlander is. Ook omdat we ook tegen elkaar gevochten hebben. Wil je hem niet zien verliezen. Hè? Ik ken zijn vrouw. Mijn vrouw kent zijn vrouw. Hè? We komen elkaar op vakantie tegen. We zijn heel broederlijk naar elkaar. We werken nu zelf samen. Had je het ooit gedacht dat ik met Melvin zou gaan werken? Ja. Terwijl dat we elkaar nog net niet in het gezicht roggelden. En toch staan we nu gewoon met elkaar gewoon samen te werken. En ja, voor de mensen die het niet helemaal begrijpen. We zijn gewoon matties. Als we daar zitten en elkaar een beetje te zitten jennen. Ja, dat is gewoon, dat is normaal. Het is alsof je op de bank zit met elkaar en je kijkt een film. Of je kijkt, je zit ergens naar te kijken. En ja, elkaar een beetje jennen, dat hoort er gewoon een beetje bij. En hij is niet altijd met mij eens. Maar ik ben het ook niet altijd met hem eens. En dat is gewoon normaal. Weet je, want als je als vrienden elkaar niet af en toe een beetje kan jennen, dan moet je gewoon geen vrienden zijn. Maar goed, hij vocht tegen Joel Romero. Joel Romero is ook een hele sterke vechter. Contender in de UFC. Is niet heel lang geleden gereleased van zijn contract. Gaat naar Bellator. En Melvin zegt van, luister, ik wil mijn laatste wedstrijd vechten. En dat ga ik tegen Joel Romero doen. En ja, dat typeert Melvin wel, dat hij niet gewoon voor de zwakste kiest. Dus wat dat betreft, heel veel respect voor Melvin. Ik heb hem eigenlijk nog gisteren gesproken. En ja, het gaat goed met hem. En hij heeft niks, geen blijvend letsel. Ja, zijn eer is misschien gekrenkt, maar voor de rest is een topvechter. En ik hoop dat hij dat goed met hem gaat. En dat hij, zijn ding kan blijven doen. WFL, die dat blijven doen. Jongeren stimuleren en motiveren. Zijn sportschool gaat gewoon goed. Dus ik hoop dat hij dat blijft doen. Dus wat dat betreft kijken we natuurlijk uit met alles wat hij gaat doen. Melvin, succes verder. Het volgende wat er aankomt is natuurlijk. En het staat vrij dichtbij. Dus ik hoop dat we met z'n allen daarna gaan kijken bij Videoland, is natuurlijk Collision 4. Collision 4. Je hebt me goed gehoord. Collision 4. 8 oktober. Oh man, die kaart is top. Die kaart is geweldig. Badr Hari tegen Alistair Overeem. Twee jongens waar ik zelf tegen gevochten heb. En dat zijn echte geweldenaren. Allebei een topcarrière gehad. Jongen, en die kaart eronder, dat wil je gewoon zien. Dat wil je gewoon meemaken. Dus of je nou vanuit de stoel kijkt, natuurlijk naar Videoland kijken. Of je nou daar bent. Ik moet wel eerlijk zeggen, hoor, daar zijn is wel de shit hoor. Ha! Dan hoor je gewoon dat geschreeuw, dan hoor je muziek, lampen. Laserstralen, alles, de mensen om je heen. Dat is wel het gevoel hoor. Dus ik ga commentaar erop geven. Dus je gaat mij ook horen die dag. En ik ga er ook zijn. Ik zit ringside. En dat moet het event van het jaar worden. Dat moet echt het event van het jaar worden. Ik kijk er echt naar uit. Het is super gaaf, man. Super gaaf om dat mee te maken. Zo'n groot event. En ja, die twee jongens, die gaan ervoor. Dus die hele kaart ziet er ook stacked uit, zeggen ze dan. Het is een volle kaart met topvechters. Stojan, die gaat het opnemen tegen Bestati voor de titel.
Die wil ik ook zien. Er staan nog een aantal andere leuke vechters erop. Dus ga kijken. Via Videoland kan je het zien. En als je een kaart hebt om het daar mee te maken, ga er naartoe. Ga er naartoe alsjeblieft. Want het is echt de shit. Ja, voor nu even klaar. Ik spreek jullie later. Ik ga proberen vaker terug te komen. En ik weet het. Heel veel mensen hebben het in de comments ook gezegd. Het geluid van sommige van de gesprekken die ik had waren minder. Maar ik beloof beter. Ik beloof beter, want je kan zeggen wat je wil. Misschien was het geluid misschien niet helemaal goed. Maar het zijn wel altijd topgesprekken. Toch of niet? Laat het weten in de comments. Laat me weten of het topgesprekken zijn of niet. Want als het geen topgesprekken zijn, dan moet ik er maar misschien mee kappen. Maar ik denk dat jullie het heel leuk vinden. Want elke keer zie ik toch een soort van 40.000, 80.000. Bij sommigen al 100.000 gehaald. Daar hebben toch heel veel mensen naar gekeken. Dus het doet toch iets goed. Toch? Of niet? Ik zeg je, volgende keer weer meekijken. Want volgende keer gaan we het echt wel helemaal over Collision 4 hebben. Collision 4, ja, daar moeten we het over hebben. En daar moeten we met z'n allen naar kijken. Ben een beetje vechtsportliefhebber? Ga ernaar kijken. Of je het nou via Videoland doet, of je daar zelf aanwezig bent, je mag dat niet missen. Hey mensen, laat wat comments achter. Laat me horen wat je ervan vindt, want ik ga ook in de toekomst naar jullie vragen kijken. En ik ga jullie comments ook bekijken en ik ga het erover hebben. Niet om jullie af te bluffen, niet om jullie kapot te maken, geloof me. We gaan het hebben over dingen die jullie vragen. Wat soms zeggen, geef jullie comments. Die vind ik best interessant. Die vind ik ook best wel interessant voor de matchmakers. Want soms worden sommige jongens tegenover elkaar gezet. En iedereen vraagt zich af, why? En Robbie Timmer spreek ik soms. En Robbie kan het soms uitleggen. En soms hoor ik pas achteraf wat de uitleg is. Dat vind ik soms jammer. Dus nu ga ik het proberen vooraf te bellen. En te vragen, waarom heb je dit gedaan? Of waarom heb je dat gedaan? En dan kom ik bij jullie terug. Dus als ik jullie bepaalde comments zie, ga ik eens eruit halen. En ga ze gewoon bespreken. Want ik vind het best wel cool wat jullie soms zeggen. Dus laat je comments achter. En dan kom ik er misschien op terug. Yes. Ik zie jullie volgende keer bij Warrior Code. Tot ziens. Ik ben Remy Bonjasky. Doei doei. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com.